Of ze nu wel of niet verliefd op elkaar zijn, Michael en Daria genieten zichtbaar van elkaar in de eerste liveshow van Sterren Dansen op het IJs. Natuurlijk valt het ook Gerard Joling op. En die kan het natuurlijk niet laten om er een opmerking over te maken. I think he's a little bit in love with you. That's what I feel. What do you think? Moet je kijken, Michael. We geloven nog in sprookjes, hoor. Je weet het natuurlijk nooit. Het is toch een enig programma? Het is toch een sprookje om verliefd te worden, of niet dan? De afgelopen dagen wordt er flink op los gespeculeerd. Is Michael Bogert verliefd op zijn Daria? Vandaag vragen we het hem zelf als hij druk aan het repeteren is. Ik denk dat het allemaal een beetje opgeklopt is. Ik denk, over dat soort dingen praat je helemaal niet. Je bent gewoon hartstikke goed aan het trainen en daar ben je alleen maar mee bezig. Je gaat toch niet vragen of je verliefd op elkaar bent. Dat is echt, we zijn hier wel met professionals bezig. Ze spelen het spelletje tijdens de uitzending toch maar mooi mee. Ik heb wel heel veel reacties gehad. Ja, ik scheen heel verliefd te hebben gekeken en ik heb het gisteren toevallig even gezien. En ik keek inderdaad wel heel verlekkerd, geloof ik. Dus nee, ja, er zijn reacties op geweest, maar allemaal leuk. Michael en Daria zijn gewoon danspartners en niets meer dan dat. De twee zijn alweer druk aan het repeteren voor hun volgende kuur. Het is hard werken, maar vandaag vond ik het weer leuk omdat het goed lukte. En dan is het leuk, maar ja, het is wel eens een paar dagen minder leuk omdat het gewoon dan niet gaat. Dan word je schag. Maar ook dat gaat weer weg. Aanstaande vrijdag zullen we ze weer zien in de tweede aflevering van Sterren Dansen op het IJs. Misschien lijken ze dan net zo verliefd als vorige week. En wat in het echte leven nog niet is, dat kan natuurlijk nog komen.